om aandacht te vragen voor de wettelijke erkenning van de collectieve rechten, in het bijzonder de grondrechten van inheemse en tribale volken, werd vandaag een gezamenlijke verklaring ingediend bij de voorzitter van de Nationale Assemblée, Marinus B. Deze verklaring is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden Suriname FITS, Vereniging van Samaka Gezagsdragers VSG en het Samenwerkingsverband van Tribale Volken in Suriname, KAMOS. FITS-voorzitter Muriel Fernandes zegt dat het belangrijk is om dit vraagstuk aan te pakken, omdat er geen rekening gehouden wordt met de grondrechten van deze groep, met alle gevolgen van dien. We zijn voor een conceptwet. En we zien dat we ons niet veranderen. Bijvoorbeeld de poeder in kaart voor nu, uit de demarcatie, de gebied zijn demarkeerd, de poeder uiting. En voor het belangrijk zijn, zijn eigenlijk voor hun trangen, die verzwakt, zodat die abdij de sop zien zo moeilijk die hun. Dus hoe lukt het zijn die verander, hoe kaar ons refi kon aan wang, en hoe tak erover en hoe tak nee. Hoe nu nog de eens naar zijn is, dus hoe wan wan verandering en am verander. En van Unuwani, zo Unuwani dat Awet moest maken. DNA-voorzitter B. deelde mee dat op dinsdag 4 april jongsleden een exemplaar van de verklaring is doorgestuurd naar elke volksvertegenwoordiger. Dit moet leiden tot mogelijke wijzigingsvoorstellen die het proces zullen vergemakkelijken. De punten zijn Tjakonja, hoe we kan doen toezien. Aanwijzigen in en begin helemaal opnieuw. Dan mee dat onnodig. Want als u doet dat niet, dat wordt lastig. Want look op bijna anderhalf jaar aan voorbereidingen van de president. Dat men ook goed terug naar de positie dat niet. Zo wat doen. Een verklaring de duidelijk. Ook toe de bezig was. Voor look op de aanverwante wetten. Die de mee bij ontvangen, want de deskundige in een kader dat niet. Want we hebben dat is nou een raamwet. En we kan veel aan wet voor een morgen doen. We zeker 3 voor de 7 die ze moeten komen. Om te behandelen heel snel. Dus terwijl we bezig zijn met dit. Wat team ook doet met internationale ondersteuning. Ze hebben ook samen met FITS. Naar alle de organisaties elkaar. We hebben ook naar de nieuwe concepten. B zegt dat het de bedoeling is de raamwet en de gezamenlijke verklaring op 2 mei op de agenda te plaatsen van DNA voor de openbare vergadering.